Ik wil het met jullie gaan hebben over voor mij de belangrijkste pijler. En dat is werken vanuit een stevige basis als coach. En dat maakt niet uit of je paardencoach bent of lifecoach bent. Wat is jouw stevige basis? En waar heb ik het dan over? Eén heel belangrijk kernding, dat is namelijk, wat is jouw visie? In mijn visie is er in ieder geval een grote behoefte in deze zeer veranderlijke dynamische en uitdagende maatschappij aan competente, goed opgeleide coaches die mensen gaan begeleiden en coachen om dichterbij hun eigen kern, essentie, te komen om ja, zich zo te kunnen handhaven en ook te kunnen leven meer vanuit hun kern en vanuit hun kern ook te gaan werken. Daarvoor leid ik coaches dus ook graag en met plezier op. Maar ik wil graag weten, wat is jouw visie? En dan denk ik, ja, visie Teresa, wat bedoel je daarmee? Nou, visie bestaat uit waar ga je eigenlijk voor? En wat wil jij de omgeving brengen met jouw bedrijf? En dan verwar je het misschien met missie. En je missie is echt, waar sta je voor? Maar je visie is, waar ga je voor? En het is ook richting de toekomst. Waar droom jij van? Nou, als jij die elementen eens gaat voor jezelf gaat opschrijven, dat helpt ook bij de kern van het maken van jouw bedrijf, het opzetten van je bedrijf. Maar het maakt niet uit of je net bent gestart als paardencoach of dat je nog een opleiding wilt gaan volgen. Nou, om je daar verder bij te begeleiden van, goh, hoe schrijf ik dit nou compleet? Nou, dan heb je eigenlijk, daar hou ik van, een heel mooi ezelsbruggetje, dat is Amore. En je zorgt dat je visie ambitieus is geformuleerd, motiverend, onderscheidend, relevant of richtinggevend, want je mag best ook zeggen van die kant wil ik op en ook echt, jouw visie is echt, echt van jou. En wat ik zelf ook heel graag doe elk jaar is dit, ik maak een eigen vision board. Gewoon echt even middag gaan zitten en je pakt en je kiest foto's, plaatjes die voor jou symboliseren waar jij naartoe wilt werken, wat jou hart jou ingeeft, wat je neer wil gaan zetten met jouw werk als coach. Nou, ik wens jou veel plezier.